Ik ben getriggerd door het onderwerp omdat van diverse kanten wordt opgeroepen tot burgerlijke beschaafdheid. De politiek, laatstelijk met Ronald Plasterk, de wetenschap met als voortrekker Mischa de Winter, die roepen op dat mensen zich burgerlijk beschaafd moeten gaan gedragen. In de kielzog van de economische crisis en de verminderde euforie over het neoliberale marktdenken wordt er opgeroepen tot solidariteit en tolerantie in plaats van het nastreven van eigen succes ten koste van anderen. Zorgen om de jeugd die in dit tijdsgewricht zijn opgegroeid of opgroeien zijn er alom. Het is wel belangrijk om niet te nostalgisch te zijn over het niveau van burgerlijke beschaafdheid voor het begin van de 21ste eeuw. Daar waren toen ook al heel veel klachten over. Het eindrapport van de pedagoog Langeveld onder de titel De maatschappelijke verwildering van de jeugd, dat in 1952 verscheen, wordt heel vaak geciteerd ter adstructie daarvan. En terecht. Zo kunnen we lezen, de verwilderde jeugd leeft in een wereld die verregaand gestalteloos genoemd mag worden. Houding en beweging vertonen geen uit het innerlijk komend gericht zijn. Men leunt, hangt, slentert. Er is vaak ongedurige bewegingsoverdaad zonder doel. Ook de stem en de articulatie geven de personale uitdrukking van een holle leegte. Men loeit, men brult, men kletst als een eindeloos geleuter. Men gilt en giert, men jengelt en zeurt. Men beweegt niet, men wordt bewogen. Dat het al heel lang op de agenda staat, is nog geen reden om het eraf te halen. Het laat zien dat het mensen blijft bezighouden en dat is een goed teken. Maar er zijn ook twee tendensen die mijns inziens aanleiding geven om burgerlijke beschaafdheid hoog op de agenda te blijven plaatsen. Ten eerste is er de toename van verruwing en onvriendelijkheid in het publieke en politieke discours van volwassenen, van wie verwacht zou mogen worden dat die het goede voorbeeld geven. Het is niet moeilijk om daar empirische evidentie voor te vinden. Politieke campagnes bijvoorbeeld zijn erop gericht om tekortkomingen in de opvattingen en vooral het persoonlijk leven van de opponenten te vinden en om deze op een zo duidelijk mogelijke manier over het voetlicht te brengen. Een ander aspect is het niet geciviliseerde taalgebruik van politici. Het gebruik van one-liners die simplistisch zijn, maar wel blijven hangen in de hoofden van de bevolking, is een populaire manier van debatteren geworden. Een tweede reden om aandacht te besteden aan burgerlijke beschaafdheid is de relatieve anonimiteit van het internet en de sociale media. En dat betekent dat mensen intrinsieke motivatie moeten hebben om hoffelijk tegen elkaar te zijn. Het is natuurlijk veel gemakkelijker om bot of grof te zijn als het voor anderen moeilijk is om te ontdekken wie de afzender is, want er is veel minder sociale controle. En tot slot is het wel zo, het blijft tobben met jongeren. Ook in meer openlijke interactie met anderen lijkt het adagium te zijn om vooral goed aan te geven wat ze voelen en lijken ze niet zo erg geïnteresseerd te zijn in de vraag of de ander gekwetst is en of dat wat ze zeggen eigenlijk wel gepast is. Maar het is even zo goed mogelijk om je af te vragen of hoffelijkheid eigenlijk altijd wel gepast is. Neem bijvoorbeeld de moreel voorbeeldigen. Martin Luther King, Gandhi, Shirin Ebadi of Aung San Suu Kyi waren en zijn zeker niet altijd hoffelijk in de omgang met anderen. En het is ook maar de vraag of burgerlijke ongehoorzaamheid, waartoe zij oproepen, een vorm van burgerlijke beschaafdheid is. Dit toont dat burgerlijke beschaafdheid diverse aspecten heeft, maar ook dat een combinatie van moreel voorbeeldig gedrag en niet-hoffelijkheid mogelijk is. En dan lijkt er een pedagogisch dilemma te ontstaan. Want moreel voorbeeldigen worden in morele opvoeding gepresenteerd als een bron van navolging. Terwijl ook de roep om hoffelijkheid alom is. Hoffelijkheid is dus één van de kwaliteiten van het morele handelen van burgers, wat ik samenbreng onder de noemer burgerlijke beschaafdheid. In het Engels wordt hiervoor het woord civility gebruikt. Dat woord leidt nog niet onder de geur van spruitjes en benepenheid, wat ik vrees ik wel het geval is bij het woord burgerlijke beschaafdheid. Maar wellicht zijn we alweer zo ver verwijderd van de jaren 50 dat de jonge generatie zich daarbij niet zo heel erg veel voorstelt. En misschien kan het wel chill worden om je burgerlijk beschaafd te gedragen.
Wat ik in deze lezing wil uitleggen is wat we kunnen verstaan onder hoffelijkheid en welke andere vaardigheden en disposities onder burgerlijke beschaafdheid gevat kunnen worden en tot welke vragen dit leidt ook in de morele opvoeding. Dus dit is het overzicht. Als we de uitgebreide literatuur over civility of burgerlijke beschaafdheid overzien, dan is het mogelijk om 3 interpretaties te onderscheiden. Namelijk burgerlijke beschaafdheid als hoffelijkheid of vriendelijkheid en burgerlijke beschaafdheid, ook politieke burgerlijke beschaafdheid en burgerlijke vriendschap. Kenmerkend voor de eerste 2 is dat het gaat om een kwaliteit van communicatie. Het gaat er daarbij om hoe we interacteren met anderen en niet zozeer om de inhoud van wat we zeggen. Wat ook duidelijk wordt uit de uitgebreide literatuur over dit onderwerp is dat er sprake is van een diversiteit aan interpretaties van burgerlijkheid, als ook van verschillende concepties. En dat betekent dat mensen niet altijd hetzelfde bedoelen als ze over burgerlijke beschaafdheid spreken. En dat ze ook verschillende opvattingen hebben over de vraag wanneer we nu eigenlijk kunnen zeggen dat mensen burgerlijk beschaafd zijn. Hoffelijkheid, en daar had André van Essen net over, kan beschouwd worden als een kwaliteit van communicatie. Het is de kwaliteit waarmee burgers zaken in het publieke domein met elkaar delen en met elkaar omgaan. Het is bijzonder belangrijk en het moet ook gestimuleerd worden, want het is één van de morele deugden die kenmerkend is voor burgers. Maar we zijn er daarmee niet. Het wil namelijk nog helemaal niet zeggen dat zij ook in alle opzichten dan moreel zijn. Het is namelijk mogelijk om hoffelijk te zijn, terwijl je tegelijkertijd niet volledig moreel handelt of volledig moreel bent. Je kunt bijvoorbeeld heel vriendelijk zijn tegen een collega, terwijl je tegelijkertijd roddelt over die collega. Hoffelijkheid is namelijk niet hetzelfde als oprechtheid. En je kunt op hetzelfde moment heel goed hoffelijk zijn als niet oprecht. Je kunt ook niet oprecht zijn in je hoffelijkheid. Het maar doen omdat je ergens vanaf wil zijn. En dan is dat wat je doet een niet-morele deugd. Maar oprecht hoffelijk zijn en tegelijkertijd toch over een andere persoon roddelen, dat maakt die oprechtheid of die hoffelijkheid nog wel steeds tot een morele deugd. Je kunt oprecht vriendelijk zijn tegen een andere fietser die je bijna aanreed omdat je door rood reed. Omdat je vindt dat je dat moet doen. Terwijl je vervolgens tegen je medefietser moppert dat die zak ook wel had kunnen uitkijken. Dus dat is goed mogelijk. Dus hoffelijkheid is slechts 1 aspect. Het is ook mogelijk om een onderscheid te maken tussen sociale hoffelijkheid en morele hoffelijkheid. Of hoffelijkheid als een sociale kwaliteit of als een morele deugd. Bijvoorbeeld als iemand zijn plaats in de bus opgeeft voor een dame op leeftijd, omdat dit de conventie is van de samenleving, dan wordt de persoon door andere redenen gemotiveerd dan wanneer die zijn plaats opgeeft, omdat hij bang is dat die mevrouw zal vallen. De hoffelijkheid of het tonen van respect is dan niet ingegeven door conventies, maar wordt gemotiveerd door het welzijn van de ander. Dus hoffelijkheid, deze vorm van burgerlijkheid, behoort tot het sociale domein, maar ook tot het morele domein. En klachten over niet-hoffelijkheid hebben betrekking op beide categorieën. In 2003 publiceerde de WRL al een rapport waarin ze dergelijke gedragingen ook beschreef. En zij gebruikte toen de term die gedragingen die tegen de sociale normen ingaan, onprettige gedragingen, terwijl gedragingen die tegen de morele hoffelijkheid ingaan, onbehoorlijk worden genoemd. Een voorbeeld van die niet-sociale hoffelijkheid kan zijn bellen tijdens het afrekenen bij de kassa of naar harde muziek luisteren in de trein. En voorbeelden van onbehoorlijk gedrag zijn anderen uitschelden, roken op plekken waar het niet mag. En dat zijn voorbeelden die ik daar ook heb gegeven. En deze klachten zijn ook wel behoorlijk prominent en mensen ergeren zich daar behoorlijk aan. En misschien is dat omdat ze vaker voorkomen, omdat ze minder slecht zijn, lijken, en omdat ze meer openbaar zijn. Kenmerkend voor deze vorm van burgerlijke beschaafdheid is dat het bijdraagt aan het floreren van een samenleving. Hoe meer mensen een grote mate van hoffelijkheid tentoonspreiden, hoe plezieriger de samenleving is om in te leven.
Als deze vorm van burgerlijkheid afwezig is, dan wordt de samenleving bijzonder onplezierig. En het kan dan ook worden gezien als de smeerolie van de samenleving. Een andere reden voor de belangstelling voor burgerlijkheid houdt verband met de diversiteit van groepen die in een land leven. In de meeste landen om ons heen. En ook in Nederland. De vraag is hoe burgers met een diversiteit aan opvattingen van het goede leven, met verschillende levensstijlen, het beste kunnen samenleven en een samenleving kunnen vormen. En wat dat vraagt van burgers en de overheid. Dit kunnen we politieke burgerlijkheid noemen. Een liberale democratische samenleving kan beschouwd worden als het type van de maatschappij die het beste in staat is om aan een dergelijke diversiteit tegemoet te komen. Maar zulke samenlevingen zijn ook behoorlijk veel eisend voor zijn burgers. De regels van de interactie tussen burgers zijn beschreven in termen van minimale morele regels. En in termen van plichten die verband houden met basale behoeften en basale vrijheidsrechten van andere burgers. Het gaat vooral om negatieve zaken. Burgers mogen elkaar geen schade berokkenen, niet discrimineren en elkaars vrijheid niet zonder goede redenen inperken. Maar die liberale democratie waarin wij ook in Nederland leven, vereist ook positieve deugden, vereist ook inspanningen van haar burgers. En dat maakt het tot een samenleving die moeilijk is om goed vorm te geven en die ook veel vraagt van haar burgers. Want dit zijn 5 aspecten waarvan je, Cheshire Calhoun, en ik onderschrijf die ook, zou moeten voorstellen dat burgers die daarover zouden moeten beschikken. En deze 5 aspecten vormen de politieke beschaafdheid. Daarbij wilde ik 1 ding zeggen bij het tweede punt, en daar kom ik ook straks nog wel op terug. Er staat expliciet dat we respect moeten hebben voor de rechten van anderen, wat iets anders is dan het hebben van respect voor de opvattingen van anderen. Je hebt respect voor het feit dat andere mensen hun mening hebben, en die moet je ook de mogelijkheid geven om die te uiten, maar dat wil nog niet zeggen dat je ook respect moet hebben voor dat wat zij daadwerkelijk vinden. Dus dat is wel belangrijk. Dus dit zijn behoorlijk wat eisen die ook in de morele opvoeding en in burgerschapsvorming in het onderwijs aan de orde moeten komen. Daarmee zie je dat idee van burgerlijke beschaafdheid aardig wat zaken omvat. Maar er is ook nog een specifieke deugd, en daar wil ik in het bijzonder aandacht voor vragen. Mijn excuses voor het lange citaat en ook dat het in het Engels is. En ik wil daar iets over zeggen. Het gaat vooral, en u hoeft het citaat niet in detail te lezen, maar wat vooral belangrijk is, is het idee van publieke redenen. Met elkaar regels, wetten en mores opstellen in een land waarin sprake is van diversiteit vereist, zoals ik al heb gezegd, bijzondere kwaliteiten van burgerlijkheid. Van de overheid mag verwacht worden dat die in staat is om wetgeving te rechtvaardigen met publieke regels die te onderschrijven zijn door alle redelijke burgers. Wetgeving die geldig is voor alle redelijke burgers in de samenleving mag niet gerechtvaardigd worden met behulp van argumenten die maar 1 groep in de samenleving onderschrijft, bijvoorbeeld christenen of moslims. Maar deze redenen moeten niet alleen begrepen, maar ook gedeeld kunnen worden door burgers die zich tot een andere levensovertuiging bekennen. En dat mag ook van burgers verwacht worden, als zij omgaan met elkaar in het publieke domein, als het gaat om zaken waarover fundamentele verschillen bestaan, als ook met betrekking tot politieke zaken. Burgers kunnen zeker verschillende redenen hebben om de regels in het publieke domein te volgen en ook verschillende redenen hebben om politieke beslissingen te rechtvaardigen. Maar als het erom gaat dat zij van anderen verwachten dat die zich ook houden aan die regels, dan mag verwacht worden dat burgers in staat zijn om anderen van deze regels te overtuigen met argumenten die anderen ook kunnen onderschrijven. Dat is heel erg belangrijk. Een ander punt, en dat voert de spanning wat mij betreft nog extra op, is dat politieke beschaafdheid ook op een meer gevulde manier nog begrepen kan worden.
En dat is dat burgers niet alleen zelf respect tonen voor anderen, maar zich ook inzetten voor een samenleving die respectvol is voor burgers. Opkomen voor hen die gediscrimineerd worden, je inzetten voor rechtvaardigheid. En die interpretatie zorgt voor een spanning tussen hoffelijkheid en politieke beschaafdheid. En ik kom daarop terug. Want eerst wil ik nog zeggen dat politieke beschaafdheid niet bijdraagt aan het floreren van een samenleving in het algemeen, maar vooral aan het floreren van een liberale democratie. Als mensen zich burgerlijk gedragen op deze manier, dan zal een samenleving meer gaan lijken op een democratie waarin alle mensen een stem kunnen hebben. Goed, ik zei het al. Het gaat om de spanning die ik aan u voor wil leggen tussen hoffelijkheid als kwaliteit van communicatie en die politieke beschaafdheid. En dan met name ook waar het gaat om het opkomen voor rechtvaardigheid. Kingwell, die ik hier ook heb geciteerd, die zegt: op het moment dat burgers discussiëren over zaken die betrekking hebben op iets waar ze allemaal politieke zorg over hebben, dan wordt hoffelijkheid de uitdrukking van respect voor anderen. Daarom is burgerlijke beschaafdheid zowel meer als minder dan louter hoffelijkheid. Het is meer omdat het verder gaat dan vriendelijkheid, maar minder omdat het niet zo expliciet is. Het is volgens hem, en dat vind ik heel mooi uitgedrukt, te vergelijken met de politieke zuurstof die we allemaal moeten inademen om over meningsverschillen te onderhandelen. En wellicht de rechtvaardigheid te dienen. Er kunnen, als het gaat om die hoffelijkheid en die politieke beschaafdheid, die kunnen dus met elkaar botsen. En de eerste kan namelijk tot ultieme consequentie hebben, en dat staat hier ook, dat je alles maar laat zoals het is, omdat je vriendelijk voor elkaar wilt zijn. Terwijl de tweede tot consequentie kan hebben dat mensen een samenleving willen veranderen met niet hoffelijke middelen. De burgers die rechtvaardige samenleving willen realiseren door niet hoffelijke middelen, zijn dan wel niet hoffelijk, maar, en misschien ook zelfs wel respectloos ten opzichte van sommige mensen in de samenleving, maar ze willen wel een bijdrage leveren aan een samenleving die geciviliseerd is. Cheshire Calhoun, die ik net citeerde, is van mening dat we in situaties waarin hoffelijkheid en het nastreven van rechtvaardigheid, wanneer die met elkaar botsen, we voorkeur moeten geven of meer belang moeten hechten aan hoffelijkheid. Zij stelt dat de grenzen aan hoffelijkheid niet gesteld mogen worden door een morele positie. Bijvoorbeeld dat je niet hoffelijk hoeft te zijn omdat de opvatting van een ander volgens jouw morele overtuiging onrechtvaardig is. Zij zegt dat het indruist tegen dit idee dat we de andere opvattingen over het goede leven van andere burgers juist moeten respecteren. Want het punt is namelijk volgens haar dat we normen van hoffelijkheid hebben om discussies over controversiële zaken te kunnen hebben. Hoffelijkheid zorgt er immers voor dat de dialoog tussen mensen met meningsverschillen kunnen doorgaan in plaats van dat deze afgebroken worden. Volgens haar is de grens van hoffelijkheid niet jouw opvatting of je gesprekspartner wel een mening heeft die leidt tot de behandeling van anderen op een oprecht, respectvolle, zorgzame en tolerante manier. Volgens haar kunnen grenzen aan politieke beschaafdheid niet getrokken worden door te appelleren aan een kritisch, sociaal-moreel raamwerk. Dat lijkt me wel een goede positie om te verdedigen, maar ik heb er toch problemen mee. Ik heb er problemen mee als de rechtvaardigheid van een samenleving alleen maar gediend kan worden door niet hoffelijk te zijn. Wanneer respect en tolerantie vertrapt worden en alle andere middelen om de samenleving te verbeteren gefaald hebben, dan moet het principe dat ten grondslag ligt aan de hoffelijkheid, namelijk rechtvaardigheid en respect, nagestreefd worden. Mijn zin is het realiseren van rechtvaardigheid uiteindelijk belangrijker dan de manier waarop het gedaan wordt. Maar hoffelijkheid moet wel de default position zijn. Alleen als het echt niet anders kan, dan zou er van afgeweken moeten worden. Want dat maakt namelijk het verschil tussen het hebben van een gesprek met een ander en het hebben van een uitwisseling van opvattingen. Het maakt het verschil tussen het hebben, tussen het met iemand in gesprek kunnen blijven en een goed gesprek kunnen hebben. Maar we moeten ook rekening houden met machtsposities.
Zo stellen feministische filosofen dat hoffelijkheid de ongelijke positie tussen mannen en vrouwen, die er doorgaans is, juist bevestigt. En dat dit onwenselijk is. En hetzelfde kunnen we zeggen van minderheidsgroepen, groeperingen, die met hoffelijkheid soms ook niet veel verder komen. 10 keer iets vriendelijk vragen en 10 keer op een hele vriendelijke manier afgewezen worden, draagt niet bij aan het behoud of het realiseren van een rechtvaardige samenleving. Het is wat mij betreft dus ook niet altijd mogelijk om iedereen goed te behandelen. En de vraag is dan, is dat erg? Nou, volgens de deugdethiek, en daar wil ik iets over zeggen, en dan zal ik ook nog iets over morele opvoeding zeggen, is het mogelijk om te legitimeren dat je iemand ook niet altijd goed behandelt. Je moet namelijk niet altijd een deugd, en in dit geval de deugd van hoffelijkheid, tonen. Het kan juist excellent zijn om dat niet te doen. Dat we hoffelijkheid excellent noemen, betekent nog niet dat je dat altijd moet laten zien. Er zijn situaties waarin het juist excellent is om niet tolerant te zijn. En dat noemen we dan ook de eenheid van deugden. Als deugden conflicteren, dan is er 1 deugd die de andere overstijgt. Als je in een situatie moet kiezen, bijvoorbeeld tussen vriendelijkheid of rechtvaardigheid, en in die situatie zou rechtvaardigheid moeten regeren, en ik doe dan toch het hoffelijke, dan schiet ik tekort. Maar doe ik het rechtvaardige, dan schiet ik niet tekort. Dus het is ook te legitimeren en te rechtvaardigen dat je dit moet doen. En dat maakt het geweldig complex, die politieke beschaafdheid. En soms denk ik dat daar wat te simplistisch over gedaan wordt. Dus dat heb ik aan u willen duidelijk maken. Maar dat is voor kinderen natuurlijk ook het geval. En wat zou er dan kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van burgerlijke beschaafdheid? En eigenlijk sluiten mijn voorstellen wonderschoon aan bij de voorstellen die Tjeerd net ook deed. In ieder geval de eerste, de habituering. Habituering betekent dat kinderen zich deugden of goede gewoonten eigen maken door deze deugden uit te voeren. Aristoteles, ik ga nog verder terug dan de middeleeuwen, Aristoteles vergelijkt dit met het worden van een goede vakman. Je wordt een goede timmerman door alle vaardigheden te oefenen en je eigen te maken. Dit heeft de vergelijking met het meestergezel. Het is dan ook belangrijk dat in het onderwijs aan kinderen de mogelijkheid wordt geboden om deze deugden, dus de deugd van hoffelijkheid, maar ook de deugd van politieke burgerlijkheid, om die aan te bieden. En ook om deze deugden te oefenen. En dat ze in een omgeving werken en leven waarin ze de mogelijkheid krijgen om dat te doen. En ook dat ze het goede voorbeeld krijgen. Ten tweede kan die complexiteit onderwezen worden met het behulp van die morele voorbeelden. Of morele voorbeeldigen. Met voorbeelden kan aan kinderen en jongeren veel duidelijk gemaakt worden. Je kunt wijzen naar iemand. Dat is er eentje. Dat is er zo iemand waar je nu aan moet denken. En ook aan de hand van eigenschappen van die persoon kun je uitleggen wat het betekent om een deugdzame burger te zijn. Juist moreel voorbeeldigen laten de complexiteit zien. Morele voorbeeldigen zijn uitmuntend in een bepaald opzicht, maar niet noodzakelijkerwijs in alle opzichten van hun leven. We weten allemaal dat Oscar Schindler ook bedenkelijke kanten had, dat Martin Luther King ook zijn vrouw bedroog en dat de klappen vielen, en dat Gandhi zijn vrouw in diverse opzichten verwaarloosde. Alle heiligen en morele grootheden hebben ook hun zwakheden en ook hun morele zwakheden. Juist omdat deze voorbeelden echte personen zijn die ook andere kenmerken hebben dan de aspecten waarvoor ze bewonderd worden, maakt dat leerlingen kunnen leren wat er bewonderd moet worden aan deze mensen. Leerlingen leren daardoor de idealen zelf te bewonderen en niet de personen. Tot slot dan de praktische wijsheid. Het is kenmerkend voor iemand die over de deugden van burgerlijke beschaafdheid beschikt, dat hij in staat is om af te wegen wat hij in welke situatie moet doen. Hoffelijk niet. Dat is noodzakelijk omdat hij, wat ik net al zei en heb uitgelegd, met elkaar kunnen botsen.
In het voortgezet onderwijs, want dat is denk ik pas mogelijk in het voortgezet onderwijs, zal er aandacht moeten zijn voor het leren van deze praktische wijsheid. Het is belangrijk om leerlingen, ook als dit niet tot de inhoud van een specifiek vak behoort, kritisch te bevragen over de interactie met anderen. Dus daar gesprekken over entameren, over die mogelijke conflicten en over die mogelijke botsingen en kritische vragen stellen om de praktische wijsheid van kinderen te ontwikkelen. En dan als laatste. Ik zal er niet veel over zeggen, het is namelijk een open deur. Maar toen ik vanmorgen om 6:00 op de radio hoorde over de ludieke motie van wantrouwen, die was ingediend door de PVV, en ik de argumentatie van Madeleine hoorde, dacht ik, tja, als zij daar in Den Haag zo met elkaar omgaan, waarom zouden we dan van jongeren verwachten dat zij wel burgerlijk beschaafd zijn? Dank u wel.